Welkom bij Staatsschuld. Dit is de tweede aflevering van seizoen 2. Ik zit hier met Bart Burgraaf. Bart, ik ken jou van mijn eigen partij, ook, de Libertaire partij. Daar ja. hebben we heel veel nauw samengewerkt. Maar nu sta jij op de lijst bij BVNL vanuit de LP. Speciaal omdat de LP natuurlijk niet meedoet, maar jij hebt wel. Een, een flinke uh, taak, vind je. Omdat uh, ja, de EU, daar moeten we nou eenmaal iets mee. Daar de, zijn we allemaal heel erg kritisch op. We willen allemaal eigenlijk gewoon een harde nek zit. Mm -hmm. Maar daar gaan we het vandaag dus eventjes over hebben. Ja. Um, de EU... Als allereerste, als ja, misschien een beetje terug in de geschiedenis duiken. Waar, waar is het allemaal begonnen en hoe is het überhaupt tot stand gekomen? Waarom? Yeah. Ja, nee, laten we het daar allemaal over gaan hebben. Uh, zoals je zegt, uh, ik ben inderdaad uh, excuus-libertariër bij, uh, <laughs> bij BVNL uh, op de lijst uh, voor, voor de EU-verkiezingen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat er um, meer mensen zijn die, uh, uh, die zich bezighouden met. Uh, zoveel mogelijk verzetten tegen, uh, tegen wat de EU probeert te bereiken en wat het doet met ons land. En vooral wat we daardoor niet kunnen. En daar kunnen we het wat, wat meer over gaan hebben. Mm -hmm. um, ja, als je kijkt naar, naar hoe die uh, Unie is begonnen, uh, dan, dan is het lastig om uh, nog te herkennen zeg maar, wat, uh, wat, wat, wat er toen is besproken. En. Um, ja, het was, het was een kolen- en staalunie uh, om, om, om handel makkelijker te maken, uh, specifiek voor die producten. En het is ja, langzamerhand een uh, ever closer union, uh, zoals ze zegt, geworden, waar, um, waar steeds meer stapje voor stapje uh, dingen zijn bijgekomen. Het begon met landbouwsubsidies en, en een douane-unie en van alles en nog wat. Um, maar ja, dan, dan denkt men van, god, zou het niet fijn zijn als we. Weet je, als we als we net eventjes wat meer uh, uh, macht of, of beslissingsmogelijkheden kunnen krijgen uh, in die EU, want dan kunnen we dit en dat doen. En nu hebben we al die lastige landen die, die hmm. het ons tegenhouden. En uh, ja, zou het niet fijn zijn als we als we bijvoorbeeld een gezamenlijke munt hebben? Efficiëntie zou je het noemen. Hè? Ja, ja, efficiëntie. We willen veel efficiënter worden. Ja, nou ja. En dus die centralisering, uh, die die ziet op op alle mogelijke manieren, is dus ja, een, een, een voortzetting van, van die gedachte. En het is op zich heel logisch, maar het leidt ons tot, tot waar we nu zijn. Want het, ja, dat is uh, onhoudbaar wat mij betreft. En mm -hmm. ja, ik denk dat we daar eens is, daar is goed over moeten gaan nadenken. Er zijn, er zijn een aantal momenten geweest in de evolutie van de, van de EU. Zoals die, die uh, gemeenschappelijke kolen- en staalunie. Uh, 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 maar ook uh, het verdrag van Rome of het verdrag van, van Maastricht en dat soort dingen. waar uh, bepaalde uh, ja, grote stappen voorwaarts zijn genomen. Maar het is, ja, als je kijkt naar de tijdslijn, is het, is het steeds. Steeds een beetje meer, steeds een beetje meer, steeds een beetje meer. En het is uh, een onverzadigbaar uh, uh, technocratisch monster geworden eigenlijk. Uh, ja. Nu. Ja. ja, dus als je nu op het eindpunt zit, uh, hoef je niet gelijk alle stappen over te slaan. We gaan lekker even doorlopen van um, ja, hè, met welke landen zitten erbij, welke landen zijn er later bijgekomen, mm -hmm. et cetera. Maar eventjes een klein vooruitstapje naar ja. het punt nu. Je ziet nu zelfs dat, dat, alla, dat ze nu alle... Wetgeving die er nu is, ook maar nog steeds heel lastig vinden. Hè? Als je, als je Guy Verhofstadt staat hoort uh, van ja, oh ja, er is eentje land dat een veto heeft. Ja. Nou, dan moeten we maar die eurobond gaan uitgeven, zodat we dat ook weer stiekem kunnen omzeilen. We moeten ja. alles gewoon kunnen doen op de manier dat we willen. Ja. En uh, het is allemaal maar lastig, vinden ze het? Ja, ik vergelijk dat soort dingen altijd een beetje met, met het proces van evolutie. En dat klinkt heel raar, maar. Um uh, er zijn continu allerlei experimenten uh, die, die op zoek zijn naar een bepaalde niche uh, om, te, uh, om uit te baten, zeg maar. En zo um, so is de EU continu bezig om nieuwe manieren te vinden om het makkelijker te maken om, uh, om, om bepaalde dingen er doorheen te drukken. En dat, ja, dat betekent eigenlijk uh, uh, minder democratie. En, mm -hmm. en nou ja, een van die dingen daarvan is de manier waarop ze uh, ja, de, de financiën nu aan het aanpakken zijn, bijvoorbeeld met toch Eurobonds of toch gezamenlijke schulden. Ja, heel fijn, want uh, 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 er was een ruling dat als, als je nou die, die gezamenlijke schulden op deze manier uh, aanpakt, dan, uh, dan, dan hoef je het niet op de lidstaten hun, uh, hun balans uh, te mm -hmm. zetten. Uh, nou ja, en dus dan komen ze eenmaal achter en dan, 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 dan ja, de, de, het hek is uh, ja, ja. Uit, de, uit de dam. Ja. Dat, dat was wel uh, de laatste jaren, hè, dat, dat onze economie er nog nooit zo goed had uitgezien, uh, omdat k het op die manier had gedaan. Ja, fantastisch mens. En, dat, en toen banken, uh, ja, ja. Nou, was, had Arno Mellens gelijk uitgezocht. Nee, dat is de nieuwe regeling, dat het niet op de balans hoeft te staan, ja. terwijl er nog 400 miljard extra ergens anders in Europa achteraan hangt. Mm -hmm. Ja, nou ja, dat dus. Nou ja, schulden, ja, um, uh, yeah. er like is ook gewoon het feit dat we dat we er geld bij drukken. Dat is ook een soort van ja belasting die we heffen eigenlijk over onze burgers. Ja, er zijn nog veel meer van dat soort dingen. Maar het idee achter de Europese Unie en waarom het gestart is, zeg um, maar, was op zich al. Ja, eigenlijk ontzettend dwalend. En het, het, het idee erachter uh, bepaalde eigenlijk dat wij nu in deze situatie zouden belanden. Dus ja, je zou, als je daar kwaadwillend naar kijkt, kunnen bedenken van oké, okay, dat was misschien het, het, uh, het idee erachter uh, toen al. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar de muntunie en, um, en, en hoe dat is gedaan met, uh, met de euro van tevoren, was het gelijk al duidelijk dat. Je hebt allerlei landen, die, die zuidelijke landen zoals Italië en Spanje en dat soort dingen, waar uh, uh, ja, nogal uh, onge... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, niet heel... Um... Behouden? Ja. Omgegaan wordt met uh, nee. de economie? Met, 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 met schulden en met uitgaven en dat soort dingen. Uh, en je hebt die noordelijke landen die natuurlijk altijd uh, historisch gezien wat sterkere munten hadden, omdat ze de, wel heel uh, um, goed met... Uh, uh, tenminste... Ja, Beter, in, in vergelijking. Ja. Um, en, en dus uh, in, vanaf het begin was het al zo dat, uh, dat het zo zou zijn dat de noordelijke landen een zachtere munt zouden krijgen dan ze eigenlijk zouden moeten hebben, en duurdere schulden zouden moeten hebben. En andersom voor de, uh, voor de zuidelijke landen. De zuidelijke landen kregen een veel hardere munt dan ze zouden moeten hebben, en kregen uh, veel goedkopere schulden. Nou ja, uh, ik, ik ben. Uh, op zich, ik denk heel graag in, uh, in incentives, uh, in, in, uh, in belangen. belangen. Hè? En uh, nou ja, wat, wat is daar. Uh, wat, wat gaat er gebeuren als je die mogelijkheid geeft om uh, voor zuidelijke landen om. Uh, uh, om gekkopere schulden te krijgen. Nou, dacht, dan gaan ze, dat, gaan ze dat uitbaten natuurlijk. En mm -hmm. Voor de noordelijke landen was het zo dat uh, hun exports werden door die zachtere munt uh, een stuk goedkoper. Dus dat betekende dat Duitsland vooral en, en sommige andere landen uh, hun industrie een hoop konden opbouwen. En dat, dat, was, dat, dat was eigenlijk best een hele goede deal ook voor Nederland, omdat wij. Um, we hebben die doorvoerhaven mm -hmm. en we. we, we uh, we hebben best veel uh, profijt van, van, van de Duitse economie en, en de, de handel die we daarmee hebben. Maar dan ga je bedenken van oké, okay, ja, maar die Duitse economie is natuurlijk wel heel erg slecht voor uh, sorry, industrie, is wel heel slecht voor, voor het klimaat. En um, ja, we moeten eigenlijk Rusland wel eens uh, uh, gaan, uh, gaan onderwerpen aan, uh, aan, aan allerlei um, uh, uh, beperkingen, mm -hmm. qua energie. En uh, nou ja, het, zou, het zou ook wel heel vervelend zijn als er een grote gaspijplijn uh, kapot gaat. En um, ja, misschien is, uh, is Groningen ook niet zo'n heel goed idee. Want um, daar, uh, daar, daar krijgen we allemaal aardbevingen en dat soort dingen. En uh, um, nee, dat is dan op één vlak, maar je ziet het op allerlei vlakken. We snijden ook uh, onszelf in de vingers. Dus we hadden eerst dat, die. Die, die, dat hele grote voordeel van, uh, van, van grotere industrie die goedkoop kon exporteren en daardoor groter werd, maar dat zijn, we, hebben we dus kapot gemaakt. En als je dus kijkt naar uh, industrie in Duitsland bijvoorbeeld, is dat het is gewoon van een berg af ja, gegaan berg, de, de laatste ja. tijd. En die economie gaat nu kapot daardoor. Dus zelfs dat laatste voordeel van, van, van de euro uh, uh, gaat, gaat weg, zeg maar, voor, mm -hmm. voor veel landen. Ja. Um, nou ja, dan, dan hebben we het over, uh, over inflatie. Uh, uh, ja, als je dus van tevoren uh, niet bedenkt dat als je een gezamenlijke munt hebt, dat je ook gezamenlijke uh, uh, schulden gaat maken. En dat je ook uh, de geldprinter gaat aanzetten voor, voor allerlei politieke projecten, wat, wat, wat altijd gebeurt. Ja, ik weet niet hoe, hoe wat een uh, vooruitschrijdend uh, inzicht je dan hebt uh, mm -hmm. als, je dat, als je dat niet bedenkt van tevoren. Nee. Dus al dat soort dingen zouden eigenlijk al van tevoren uh, zichtbaar uh, moeten zijn. Mm -hmm. en, en, en toch is dat er doorheen gedrukt. Want het was zo'n makkelijke, uh, zo'n. Zo Zo'n goede manier om, om toch die, die centralisatie te krijgen? Ja, voor, voor de politiek, hè? Om, om politieke slagkracht te krijgen, dat soort dingen zeggen ze dan altijd. Voor hun is het alleen maar voordelen, voor want wat, hun maakt het uiteindelijk niet uit wat er inderdaad allemaal daarachter gebeurt. Als zij maar de financiën en de politieke kracht hebben. Dat, dat zijn de, de middelen die zij nodig hebben om, om ja, het meeste te kunnen uitvoeren. Ja, en dan voor, voor de komende vier jaar, weet je. Ja. Want well, dat is het andere. Er is, er is natuurlijk een ontzettend korte termijn denken... van oké, okay, ik moet uh, de volgende uh, verkiezingen uh, winnen. Ik moet mm. uh, uh, snel, voordat het, dat hele enge uh, rechtspopulistische uh, uh, um, commissieleden erbij komen... Uh, bepaalde wetgeving door de, mm. door de Europese Commissie heen duwen. Of, uh, allemaal van, van dat soort korte termijn denken. Maar dat, hetzelfde geldt voor de ECB dus. Uh, ja, we hebben nu een crisis... Uh, of ja, in, inflatie is nu te hoog. Dus we, we moeten nu de boel gaan afremmen. Maar ja, wa waardoor is die inflatie gekomen? Dat was eerder korte ja. termijn, denkbeleid, uh, zeg maar. Nee, precies. Nog, nog één stapje erbij. Want jij had het verhaal van de belangen. En, en precies wat je zegt. Hè, de, elk land gaat misbruiken waar hun belang ligt. En dat zie je bij de zuidelijke landen heel erg. Maar dus de, de landen die wat normaal gesproken wat behoudender zouden zijn, uh, Duitsland en wij. Het ligt nu ook in ons belang mm -hmm. om meer schulden aan te gaan. Want we hebben een gezamenlijke schuld. Dus wij moeten hem sowieso betalen. Maar als wij daar het geld niet voor krijgen, dan, dan hebben wij daar niet de voordelen van. Gooi het maar op de creditcard. Ja, precies. Nou ja, maar dat is ook precies het, uh, de discussie rond de transferUnie en onze zogenaamde netto bijdrage. Mm -hmm. Dus uh, om nou, dat even een beetje uh, uit te zetten. Um, wij geven dus een bepaald bedrag aan de Europese Unie. En van dat bedrag krijgen wij gelukkig uh, wat geld terug, uh, waarvan de EU dus bepaalt hoe we het moeten besteden. Mm -hmm. uh, om bepaalde EU-wijde doelen uh, te bereiken. Dus ja. nou ja, uh, ten eerste kun je je afvragen, zijn dat dingen waar wij ons eigen geld aan uh, hadden uitgegeven, dus, dus van die hele pot. Mm -hmm. uh, maar er zit dus ook een verschil tussen uh, wat wij bijdragen en wat we dus terugkrijgen. En ik, ik, ik ben van mening dat het hele bedrag uh, schandalig is. Maar zelfs um, als je alleen kijkt naar het verschil tussen netto, uh, tussen tuss, uh, wat, wat, wat we geven aan de Europese Unie en wat we terugkrijgen, is dat uh, zijn wij een van de grootste uh, uh, ja, ja, bijdragende landen. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat, dat hele rondpompcircus, wat, wat die transferunie, is, is ook. Uh, um, ja, nogmaals, ik wil het niet te veel gebruiken, maar echt best wel een schandaal. Mm -hmm. Omdat je ziet dat het op zulke inefficiënte wijze uh, wordt, wordt, wordt gebruikt. Ik, ik woonde een tijdje in, uh, in Polen. En um, nou, het, het ene naar het andere project, een, een mooie brug, een, een, een nieuwe mooie weg of een, of een cultureel centrum, of wat voor bullshit dan ook. Uh, met een groot EU-logo erop en die mensen die zijn natuurlijk, uh, die, die, die zijn, uh, die lachen all the way to the bank uh, mm. daarover. Projectontwikkelaars vooral en, en de ja. overheidsinstanties die daar uh, werk aan krijgen. Ja. ja, nou ja, ik bedoel, uh, ja, een beetje shady uh, mensen die ook hun een, uh, een, een zakken vullen, maar het is, ja, het is niet alleen maar shady, het is niet, niet één groot conspiracy zo, so. er zit ook gewoon heel veel inefficiëntie aan, want... Dat moet je dan weer in een aanbestedingsproject doen. En dan moet je er een bepaalde bedrijf voor gebruiken. En dan moeten er, moet er weer drie adviesbureaus naar kijken. En weet je, het is, het is één groot circus van, van inefficiëntie. En um, nou ja, dat is de EU natuurlijk in het algemeen. Maar, um, maar, maar dus, wat, wat we doen is, we, 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 we stelen van, van de burgers van alle lidstaten dus, um, een hoop geld. Dat gooien we samen op een berg. Vervolgens uh, zeggen we tegen bijvoorbeeld boeren van. Uh, ja, uh, we vinden het belangrijk dat, uh, dat we de prijzen ondersteunen van bijvoorbeeld melk of iets dergelijks. Dus uh, hier is een minimumprijs. En uh, dan hebben we letterlijk dus een, 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 een melkplas of een boterberg of wat dan ook. Um, en, uh, en ja, dat, dat gaat dus nergens naartoe. Dat is dus gewoon weggegooid geld uiteindelijk. Mm -hmm. um, nou ja, hetzelfde met infrastructuurprojecten, met, met allerlei uh, NGO's die ondersteund worden, met... met uh, uh, dingen over climate change. Het is niet zo dat dat verschil tussen wat wij bijdragen aan de EU... en wat we terugkrijgen, dat dat, dat, dat het enige probleem is. Het, 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 het echte probleem is gewoon de hele bijdrage... en het mm. feit dat er die, die transferunie uh, gebeurt. Ja, nee, zeker. Ja, als, je, als je gaat kijken naar de extra regulering die erbij is gekomen... voor, voor die ja, je noemt NGO's, adviesorganen... Het is letterlijk staat het in de Europese Unie-wetgeving, die dus boven de Nederlandse wetgeving staat uiteindelijk. Hè, bij, bij grote uh, plannen moet je dus, uh, ja, heb je de, de SMB-regelingen en, en de, de, uh, de, de MER, dus de milieu uh, um, regelingen uh, moet, Dat is, komt allemaal dus erbij gekomen sinds de EU. Ja. Hè? Gewoon, gewoon meer regulatie, meer bureaucratie, meer romslomp, waaraan dat, dat projecten gewoon jaren langer gaan duren. He, dus nu, nu toevallig, net met, uh, met het landelijke nieuwe akkoord, hebben ze dan gezegd dat er vier uh, kerncentrales mogen komen. Mm Hoezee? -hmm. Dat is in ieder geval nog een, een puntje. Maar dan ga je eens nadenken van wat, wat zit daar aan planologie en bureaucratie allemaal aan vooraf. Voordat dat erdoor zou komen, überhaupt, dan ben je tien jaar verder en dan ziet dit alles er alweer zo langer al uit. Ja, maar Tom, wie gaat de blauwbekkige kikkervogel uh, <laughs> uh, uh, redden anders? Hè? Ja. Kijk, dat is, um, dat, dat, dat is het punt. Het, 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 het hele ding is een, uh, net als in Nederland trouwens, het hele ding is een, is een groot feest van cover your ass. En het is gewoon, weet je, je moet, uh, als je zoveel lagen verwijderd bent van het uiteindelijke ding wat je gaat doen, dan moet je, uh, en je wilt, zeg maar, verantwoording hebben of je, je wilt kunnen. Vertellen wat er gebeurd is, dan, dan moet je allemaal rapportagedingen erbij hebben. En dan moet je dus ook een soort checklistcultuur hebben over van alles nog wat. Mm -hmm. En die projecten kunnen dus gewoon nooit efficiënt zijn voor die reden. Nee, hm. zeker. Maar even, even, we wilden in het begin nog een, een stukje uitleggen over de, de, de verschillende landen, dus inderdaad, ja. en, en hoe, het, hoe die erbij zijn gekomen, en, en welke landen een hebben en waarom dat. Misschien ja, waarom is dat voor Nederland niet zo gekozen? En, en wat zou een weg zijn om zoiets weer te kunnen verkrijgen? Ja, er zijn bepaalde landen die uh, bijvoorbeeld niet de euro hebben, maar wel in de EU zitten. Er zijn bepaalde landen die bepaalde uh, optouts hebben op andere gebieden. Mm -hmm. uh, uh, de migratie is, is, er, is er eentje van. Um, maar ik vraag me af of. Uh, want je, je hoort nu heel veel mensen daarover: van oké, okay, laten we de EU vanaf binnenuit uh, veranderen. Hè? Mm -hmm. In het laatste regeerakkoord, tenminste, ja, uh, uh, yeah, een, een, een polderakkoord uh, noem ik het wel eens, mm -hmm. uh, sinds twee dagen. <laughs> um, <laughs> zie je dus dat uh, wij. De EU heel lief gaan vragen: mogen we alsjeblieft wat, wat minder betalen? En dat, dat, is, dat, dat staat dus al in de berekeningen hoeveel wij daaraan denken te verdienen. Uh, heel lief, uh, als, als de EU dat ons toestaat. Uh, en we gaan ook om toestemming vragen om, uh, om, om eigen migratie. Uh, regels te hebben. Het ja, is geen migratiepak te stappen. Ja. Yeah. Iets minder, uh, maar dat we wel een belofte doen dat we zelf nog wel iets eraan gaan doen of zo. Ja, ja. ja, iets bijdragen. Maar, ja. Uh, en, en ten derde uh, uh, gaan we de boeren iets meer met rust laten, want dat, dat wou uh, Lientje zo graag. Mm. Dus uh, nou ja, iedereen krijgt een klein beetje, maar wat het, wat het uiteindelijk is, is ja, het is, het is een, een, een baby-stapje. Net, net als alle andere, zeg maar. Mm, Filosofisch bankroute uh, uh, politici in Den Haag. Het is, het is, ja, er zit geen, 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 geen ruggengraat achter. Er zit helemaal niks qua overarching achter wat ervoor zorgt dat ze, dat ze bepaalde meningen hebben. Het is eigenlijk alleen, uh, ja, we gaan een beetje uh, onze, onze stemmers belonen. En dat is op zich prima. Uh, maar ik denk dat je, ja, net als dat je niet een beetje zwanger kan zijn, je kunt, wat mij betreft, niet een beetje bij de Europese Unie zitten, want ze zullen altijd nieuwe manieren vinden om onze soevereiniteit uh, ja. af te breken. Dus ja, er zijn bepaalde landen die hebben een optout en good for them. Uh, ik denk bijvoorbeeld uh, dat het, dat het uh, Denemarken geen windeieren heeft gelegd, dat ze een eigen uh, munt hebben bijvoorbeeld, mm -hmm. of, of ook een, uh, een migratie. Uh, 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 beleid anders hebben. Um, maar dat was nog mogelijk in de beginstadia van de EU. Want ja, toen waren ze zonder ze echt de popelen om, om er nog landen bij te krijgen. En ja, kreeg je bij wijze van spreken uh, wat je wou uh, um, om, om je maar zover te krijgen om, om erbij te komen. Mm -hmm. maar, ja, ik verwacht niet, ja, we, we zullen uitzonderingen krijgen uh, op, op kleine gebieden, uh, zoals ik noemde. Uh, maar het is niet zo dat we. Ja, dat wij opeens kunnen besluiten dat we, uh, dat we onze eigen grenzen weer gaan hanteren, of dat we uh, um, ja, toch een volledig onafhankelijk belastingstelsel, of dat onze, onze wet boven die van, uh, van de EU gaat staan, mm -hmm. dat soort dingen. Nee. gaat gewoon niet gebeuren. Nee, precies. En anders, zelfs als alles wat in het nieuwe akkoord staat uh, tot uitvoering komt, wat op mijn idee niet gaat gebeuren, het zijn gewoon uitgangspunten, ja. weet je, dat is, dat is hun. hun... Eindpunt op de horizon waar ze voor gaan streven en daar gaat dan de helft niet van lukken. Nee. Maar, maar, dat, geval, maar zelfs geval, dat is maar 10% minder inderdaad. Ja, nou ja, dus, dus het, 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 het gebrek aan ambitie in dit soort dingen is, 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 is ja, wat mij betreft echt uh, schokkend. Hm. Maar we zullen in ieder geval 130 kunnen rijden op de snelweg. Dat is wel weer een dingetje. Hè. <laughs> het is echt, uh... ben je sneller, sneller de EU uit misschien. <laughs> Dat is wel fijn. Ja, dat, uh, met de caravan. Uh, oh ja, ergens de sleur ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dus, ja, bepaalde landen hebben dat voor elkaar gekregen. Ik denk dat het ons niet heel ver gaat brengen. Dat, en, en dat ligt in het verlengde van het hele idee van: oké, okay, we willen geen nexit, maar we willen wel uh, we willen het van binnenuit veranderen of iets dergelijks. Nou ja, ik bedoel, als ik in de. Uh, Europese Commissie gaat keihard tegen alles stemmen, wat uh, uh, nou ja, eigenlijk alles behalve het afschaffen van bepaalde dingen. En ik uh, zoveel mogelijk frustreren van, uh, van dat proces. Omdat het, nogmaals, je kunt niet een beetje zwanger zijn en je kunt niet een beetje soeverein zijn als land. Mm -hmm. en, en, en het is nodig om uit de EU te, te, te gaan om vervolgens uh, uh, nieuwe. ...een nieuwe handelsunie uh, te beginnen zoals de, de EEG eigenlijk bedoeld was. Ja. En het is een beetje zoals Nederland ook. Um, ja, op een gegeven moment... Uh, ik kom uit het bedrijfsleven. Op een gegeven moment uh, komt er, uh, uh, is er een bedrijf die is veel te snel gegroeid. Uh, veel te veel uh, HR en, uh, en pingpongtafels. Uh, maar ook R&D en, en medewerkers ingehuurd. En... Dan komt, komt er een nieuwe CEO binnen en die, uh, die zegt, nou ja, uh, Afferra met, uh, met die hele, ik vind je van mijn Spaans, uh, uh, op zijn milijs, um, Ja, we, we gaan gewoon een, een, een stapje terug doen. En mm -hmm. wat mij betreft is een stapje terug met de EU, uh, laten we eruit gaan. En ook als wij weggaan, dan is het nogmaals het hek van de dam, dan gaan andere landen ook. Dat is niet, ja, tuurlijk, niet ja. houdbaar. Dan kunnen we een nieuw, uh, uh, een, een nieuw akkoord maken en, uh, en, en dingen doen. En dan, ja, dan hoor ik uh, mensen die hier niet zo in zitten zeggen van... Uh, ja, een brexit dan. Dat is, uh, ja, dat, is, uh, dat is echt zo kut gegaan voor de, voor de Britten. Uh, mm. Dat willen wij toch niet in Nederland? Nou ja. Um, ik denk dat ten eerste uh, de EU daar echt een, een voorbeeldgeval van moest maken... Uh, mm -hmm. voor, voor, voor andere landen die, die op het punt stonden om, om zoiets te gaan doen. Dus ze hebben dat zoveel mogelijk gefrustreerd. De EU had daar ook een, een, een groot succes van kunnen maken als, het, als de wil daar was. Mm -hmm. Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk heel cynisch. Want ze hebben, ze hebben echt. Het, uh, uh, er is een direct verband tussen de gezondheid van mensen, tussen de mensen, hoe, hoe snel mensen doodgaan, dat soort dingen. En de economie, weet je. Mm -hmm. uh, ik heb wel eens een berekening gehoord over elk procent uh, dat, dat uh, uh, GDP naar beneden gaat, uh, gaat er, gaan er zoveel mensen dood, zeg maar. Levensverwachting, ja. ja. Zeker. Nou ja, ik bedoel dus, willens en wetens is die economie kapot gemaakt om een, om een punt te maken tegen andere landen. Mm -hmm. dat, dat is gewoon letterlijk wat mensen uit de EU zeggen en wat, wat mensen in de uh, Verenigde Koninkrijk ook ja. uh, daarover zeggen. Dus ja, als je erover nadenkt, is dat eigenlijk heel, uh, heel zwart. Mm -hmm. Laten we dat even voorbij gaan. Ik denk dat, dat Nederland toch een heel ander geval zou zijn, want de Nederlandse economie is niet zoals de, de Britse economie. Uh, nee. De Britse economie heeft de City of London, wat geloof ik 25% van hun economie is, als het niet meer is, um, qua financiën. Nou ja, dat, dat is een, een groot probleem als je niet meer makkelijk kan, kan, kan handelen. Um, ze hebben daarna ook niet uh, uh, de stappen genomen die ze konden nemen uh, om hun land te veranderen, uh, de wetgeving te veranderen. En voor degene waar, voor wie dat belangrijk is, uh, iedereen stond te schreeuwen over migranten in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Um, dat is gewoon niet naar beneden gegaan, het aantal migranten. En, mm -hmm. en nou ja, dan, dan vraag je je af, als de politiek daar het wil, de mensen die willen het, waarom is dat niet gebeurd? Uh, nou ja, uh, Liz Truss zei, geloof ik, dat het aan, de, aan, de, aan het bureaucratische swamp uh, daar, ja, daar zeker. Lag, ja. het lag. Het lag ook aan de aan, aan Britse politiek zelf. Hè. Je hebt die, die Labour Party die heeft letterlijk gewoon, die wil de Brexit ook niet om tot een succes maken, want die wilden gewoon gelijk krijgen. En ze willen uiteindelijk, dat, dat hoor je heel veel politici van Labour zeggen, dat is hun uh, P van de A-partij, zeg maar een beetje, ja. die zijn nog steeds aan het zoeken naar een uitgangspunt om maar weer bij de, bij de EU te kunnen komen. Ja, af en toe zie je eens een proefballonnetje over. Laten we, laten we weer een referendum doen uh, om, om weer bij, uh, bij de EU te gaan. Mm -hmm. Ja, en toch denk ik dat dat, uh, dat dat alles in overweging nemende, denk ik dat het het waard was voor het Verenigd Koninkrijk. En, dat maar, ze, ze, en, en Nederland kan ook dus gewoon Zwitserland aan de Noordzee worden. We kunnen, <laughs> ja, uh, we kunnen hier een, een, een pro-business, uh, lage belasting, vrijheidslievend uh, 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 um, ja, koers inslaan. En ik weet niet of je wel eens in Zwitserland bent geweest, maar het is, is zo'n prettig land. Het is veilig. Het is, het is, uh, nou ja, het is mooi, maar dat kunnen <laughs> we. Uh, maar ook gewoon, uh, uh, ik heb er gewoond, dus ja, de, uh, alles, je wordt als klant behandeld door de, door de, door de overheid. Alles is lokaal. Uh, ze laten je met rust, nogmaals. Um, en uh, ja, het, ook gewoon een fijn land om, om zaken in te doen en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik denk dat we daar best een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat ja, kan ik, gewoon. Ik denk ook dat. dat kijk, er, is, er is zoveel, zoveel angst hè, voor, voor het uitstappen. En dat je dat dan, hè, precies wat er met Engeland is dus gebeurd, dat ze dan zeggen van ja, dan gaat, gaat Europa gaat dan ook sancties op Nederland leggen, et cetera. Maar Nederland is inderdaad ook ook een soort van exporttussenspunt, juist, juist door de, de Rotterdamse haven. Is, is heel Europa ook grotendeels afhankelijk van Nederland? En er zijn ook wel andere havens waar ze naar zouden kunnen overstappen, maar dat, dat is ook onrealistisch. Dus ja, je zou ook gewoon een keertje zelfvertrouwen moeten hebben en zeggen: van ja, jullie hebben ons net zoveel nodig als wij jullie. Laten we maar gewoon die onderhandelingen aangaan. Dat is precies het punt. Wat vaak wordt opgeworpen, is inderdaad dat, dat Rotterdam gewoon echt fucked zou zijn op het moment dat wij uit de EU gaan, omdat ze dan niet meer die dingen hebben. Maar. Er is geen alternatief. Uh, Antwerpen, er is gewoon geen ruimte voor. Mm het -hmm. is ook veel en veel kleiner. Dat kan er niet bijgebouwd worden. En tegen de tijd dat een andere haven zeg maar, die functie van Rotterdam kan overnemen. zijn we tientallen jaren verder. Dus oh. het, het, het is gewoon geen, geen optie. Uh, zoals je uh, juist zegt, het, uh, de EU heeft ons nodig. Mm -hmm. Laat dat het startpunt zijn van de van, van exit-onderhandelingen. Ja. Uh, laten we in ieder geval. Als politiek, uh, um, de landelijke politiek, uh, uh, de, de, de optie bespreken van een nexit referendum mm -hmm. En uh, ja, dat is, het viel me vies tegen van de PVV bijvoorbeeld dat ze dat hebben laten varen. Ik weet zeker dat Geert Wilders eigenlijk nog steeds wel een, een nexit uh, zou willen hebben. Maar ja, blijkbaar is het voor hem belangrijker om, om, om in de regering te komen en, uh, en, en, en andere dingen te doen. Mm -hmm. Symboolpolitiek? Ja, ik weet ja. het niet. Ja, het is, het is toch afwachten inderdaad wat zij in hun EU-programma doen. Hè. Dat zat dan weer los van Nederlandse politiek. Nederland is nu in een coalitie, dus ik, ben, uh, ik heb gewoon een grote bak popcorn gebakt. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is het belangrijkste. Maar wat je zegt, kijk. Eigenlijk is het, zijn dit... Het, mm, mm. Ik weet niet of ik het zo moet zeggen, maar ik ga het toch doen. Respect voor je, voor je, voor je kijkers. Uh, eigenlijk zijn dit niet zulke hele belangrijke verkiezingen voor dit... Uh, voor dit onderwerp. Ik bedoel, de Europese Commissie heeft eigenlijk heel weinig te zeggen over, uh, over de EU. Uh, de, dus zeg maar, de verhouding tussen Nederland en de EU komt eigenlijk uit de landelijke politiek. Hm. Uh, nou, de, de Europese Commissie misschien wel, maar het Europese parlement juist minder. De Europese Commissie, die ja, niet ja, ja. democratisch is, die maken juist eigenlijk bijna alle wetten. Nee, ik bedoel het Parlement. Ja, ja, precies. Ja. ja. En, uh, nou ja, de, dus het parlement... Uh, het enige wat ze doen is uh, ja of nee stemmen. Een klein beetje onderhandelen over teksten. En dan ja, verder. Uh, uh, je, uh, je kunt het gebruiken als een podium. Uh, je, je, je krijgt ook een, 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 een groot aantal medewerkers erbij. En je krijgt communicatiemogelijkheden. En ja, nogmaals, je hebt een veel groter podium. Om ook bepaalde misstanden uh, aan de kaak te stellen. Je, mm -hmm. kunt, uh, uh, je zit veel meer in de informatiestroom van dingen die er gebeuren. En ja, in het algemeen. Volgens mij zit er... Uh, een paar journalisten in, in, in Brussel uh, die, uh, die dingen in de gaten houden. Maar, maar ruim niet genoeg, omdat het mensen gewoon niet zo heel veel interesseert. En ik denk dat het dan wel aan uh, de, uh, uh, de parlementsleden is om, uh, om mensen te informeren. Mm -hmm. nou ja, precies. Dat, dat is de enige taak hè, die je daar moet hebben eigenlijk. Gewoon, gewoon controlerende functie en zorgen dat, dat alles wat daar gebeurt gewoon openbaar komt. En gelukkig zijn er wel een aantal... Goede journalisten ook in Nederland die dan wel uh, dingen openbaar uh, leggen, hè? die wij die, die ja, ook uh, goed kennen natuurlijk. Nou, een maar uh, ja, dat, dat lijkt me het belangrijkste. Dat, dat zie ik ook of, nog steeds ook voor landelijke politiek misschien. Als je een kleine partij bent, dat is de enige optie die je op dit moment hebt. Mm. Gewoon maar dat bewustzijn proberen te vergroten over wat er allemaal staat te gebeuren. Ja, en je kunt natuurlijk een hoop meer van dat soort dingen doen op het moment dat, uh, dat, je, dat je wel in het, uh, in het parlement komt. Mm -hmm. uh, dus uh, nou ja, dat is het idee erachter. Ja, top. Cool. Het tweede ding is, ja, dus we moeten genek zitten en uh, uh, zoveel mogelijk uh, die, um, die ever closer union proberen te frustreren. Maar het andere belangrijke gedeelte, en dat is natuurlijk ook een beetje jouw uh, uh, belangrijkste punt, denk ik, is de ECB. <laughs> en uh, wat, wat er gebeurt met ons geld. ICB? Ja, ja. ja. natuurlijk, nou ja, zeker. De, de, de Nederlandse bank. Daar heb ik net zoveel afkeer voor, maar de ECB is echt nog wel een tandje verder. Ja. En daar, daar heb je als, als klein land helemaal niks in te brengen... bijna op het monetaire beleid dat er gevoerd wordt. En ja, het is al, al meer dan tien jaar zo... dat, dat de ECB zich zelfs niet eens aan, aan zijn eigen uh, mandaat en zijn eigen regels houdt. Dus ja. Ja, daar is de kettingzaak over voor nodig, denk ik. Ja, nou ja het, het, het zou ook het eerste zijn wat ik... Ja, uh, yeah, send the bombs home. Um, er is niet echt een, een democratische controle op de, op, de, op de ECB en wat ze doen. Uh, uh, ja, geen lidstaat kan daar naar, naar binnen of, of mensen uh, um, uh, voor het gerecht halen of, of informatie vragen. Het, het is heel beperkt. Er zijn wat, wat koppelingen qua, qua informatie, maar in het algemeen is het, het is gewoon ontzettend ondemocratisch. Mm -hmm. En daarbij kijk je naar, naar het financiële beleid en hoe dat. Uh, hoe dat alles fukt. En weet je, het is het is zo lastig om te zien voor mensen, <coughs> pardon, wat de connectie is tussen wat de ECB doet en uiteindelijk wat boodschappen kosten of wat het doet met de met de wooncrisis in Nederland mm. of um, uh, wat wat het doet met um, met met de industrie of met het soort uh, bedrijven wat succesvol kunnen zijn of um, <coughs> sorry, uh, corona. Uh, Even yeah. hey, vogelgrip. Oh, sorry, ja, ja, dat is de volgende, inderdaad. Um, uh, dus dus de, de, uh, uh, dat is een probleem. Dus de geldprinter, maar ook gewoon het, het ja, losse monetair beleid, die rente die steeds lager naar beneden gaat. En al dat soort dingen zorgen ervoor dat, dat alle echte dingen in Nederland uh, duurder worden. Tenminste, ja, dat je geld minder waard wordt, maar en, en omdat huizen onbetaalbaar worden. Eh, en vanwege het uh, fantastische beleid van Hugo de Jonge en, uh, en, en diegene voor hem. Uh, uh, merk je dat uiteindelijk doordat huizen onbetaalbaar worden uh, mm -hmm. en dat, dat er ook gewoon te weinig gebouwd wordt. En dat, het, is, het is gewoon één grote uh, um, uh, tragedie. Maar om, het, om dat traject uit te leggen van oké, okay, de ECB die. Uh, die doet wat, wat spannend op de computer en, uh, en vervolgens uh, kom ik niet meer rond aan het eind van de maand. Dus, is ontzettend lastig. Mm -hmm. Nu gaan ze dat soort dingen wel gebruiken om bepaalde andere dingen te doen. Want de oplossing voor problemen die gekomen zijn door de overheid is altijd meer overheid. Mm -hmm. Zoals wij weten. Um, dus, dus gaan ze dingen doen zoals uh, uh, de CBDC, dus de digitale uh, uh, euro. Uh, uh, maar ook uh, uh, eurobonds uitgeven, zodat we uh, dus dus zeg maar uh, obligaties uh, mm -hmm. op, op Europees niveau om te bepalen, om te betalen voor, voor bepaald uh, beleid. Of uh, ja, voor Oekraïne of, of wat dan ook. Mm -hmm. um, en, en, en ja, al dat soort dingen leidt uiteindelijk tot een situatie waar wij niet alleen qua wetten en qua regulaties en, en qua... Uh, waar, waar, waar dingen gel, geld aan wordt besteed, uh, uh, vastzitten, maar ook uh, totaal financieel uh, verbonden zijn aan, mm -hmm. aan, aan, aan de EU. Ja. Uh, hoe we ons geld uitgeven, aan uh, wat. Ja. Als, als je gaat kijken, die, die, dat is de andere kant van het verhaal. De ene kant van het verhaal is inderdaad dat je dus een, een gezamenlijke schuld krijgt, want dat is wat de staatsobligaties zijn: het is gewoon een schuld, alleen dan. Omgekeerd. Je doet eigenlijk een soort van crowdfunding. Yeah. <laughs> het is gewoon een crowdfunding. Dat is een staatsobligatie. Maar het is ook nog eens een, een financieel middel. Dus aan de ene kant ben je inderdaad inflatie aan het veroorzaken. En ben je ja, gewoon belasting aan het heffen op je eigen inwoners. Mm -hmm. Je maakt de economie kapot en de huizenprijzen stijgen. En het is dramatisch. Maar aan de andere kant zit er dus ook nog eens een, een hele grote financiële lobby achter. Voor onderpand. Voor onderpand. Ja. Dat, ja, dat is het, het verhaal van ook van Arno Wellez. Van Hester Beijs, hè. Die, die staatsobligaties die mogen als onderpand gelden. Mm -hmm. En dat is wat, wat de banken op dit moment nodig hebben. Ja, yeah, is good as cash uh, in, ja. in, in, in financiën. Um, je, je, uh, het ja, telt dus hetzelfde als, uh, als gewoon euro's uh, ja, op de bankrekening en uh, je krijgt er nog een percentage van uh, uh, ja. return op. Uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Uh, want dus, uh, je koopt zo'n staatsobligatie, je krijgt er een paar procent op, maar vervolgens mag je dus tien keer zoveel, of wat het dan ook is, uh, mm -hmm. aan, aan leningen uitgeven. Dat, dat geld gaat dus ook weer uh, de economie in. En dat uh, meer geld in omloop, dat weet jij maar. Meer geld in omloop zorgt er dus voor dat, um, dat, dat er meer vraag is naar goederen, naar, naar, naar assets. Meer vraag betekent dat de prijs omhoog gaat. Dat is ja. gewoon een heel uh, vraag en aanbod uh, simpel, uh, simpel idee. Dus die, die prijs gaat omhoog. Uh, of ja, je geld wordt minder waard. Uh, hoe je het ook uh, wilt mm -hmm. bekijken. Uh, en, en vervolgens uh, gaat jouw jou, uh, jou inkomen niet zo, zo snel omhoog. Mm -hmm. En mm -hmm. word je nog eens een keertje 50, 60, 70% belast. Als je alles bij elkaar uh, optelt. Ja. Yeah. Dus dus. Even als conclusie, oké, okay? want dat is waar de politiek meeste over heeft. Over de soevereiniteit van wetgeving hè, van Nederland, waarom je het zou willen. Maar daarnaast heb je dus, de ECB is eigenlijk, naar nou, ons idee ook vooral, nog belangrijker dan, dan de Europese Commissie. Omdat, mm -hmm. omdat al dat, dat financiële middel, dat geeft je meer macht dan überhaupt de wetgeving zelf. Ja, yeah, wie zei het ook okay, alweer? I don't care who, uh, who makes a country's laws. Uh, show me who uh, prints its money and uh, oh, I'll yeah, show yeah. you... I, I, care, I care not who makes the laws yeah, if, yeah. if I have control over the money. Maar yeah. Dat was, was iemand inderdaad. Ja, en, en ja, er zijn nog veel meer. Dus echt, um, als je gaat kijken, je hebt... Um, um, cultuur is, is, uh, komt uh, na wetten, zeg maar. En wetten zijn op basis van cultuur gekomen en religie. En dan zeggen ze altijd nog... Um, ja. Uh, laws are subordinate to money. Geld, mm. geld staat aan de basis van wetgeving. Ja. Wetgeving, het, het staat hoger dan wetgeving. Dus is, dat die, is letterlijk hoe die macht zit. Je hebt gelijk, maar tegelijkertijd kan de ECB alleen bestaan doordat de, om, de, omdat tuurlijk, er zo'n orgaan als de, als, de, als, de, als de EU is. Dus ja, als wij uit de EU stappen, dan, dan, dan kunnen we ons eigen monetair beleid ook, ja. uh, ook volgen. Dus dat is gewoon. Ja, ik ben het met je eens dat het een belangrijker gedeelte mm -hmm. is van, van deze hele discussie. Wat erg lastig te vertellen is. Want waar, waar mensen tegenaan lopen is van, van de EU is. Um, ja, is het niet fijn dat Apple nu uh, uh, in plaats van hun eigen chargers uh, USB-C uh, gebruikt? Of. Um, mm -hmm. uh, ja, allemaal van dat soort uh, 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 voorbeelden. Ja, ja, dat, dat, ontzettend... dat die regeling wordt gebruikt om, om monopolies op te breken bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je een sterke Unie voor nodig. Nou ja, of handel. Ja. Er was laatst iemand die zei, uh, ja, wil je dan uh, uh, handelsakkoorden gaan maken met, uh, met, met 22 landen uh, of wat dan ook uh, uh, in je eentje? Weet je hoeveel ambtenaren daarvoor nodig zijn? Nou, ik kan je verzekeren dat er net zoveel ambtenaren nodig zijn geweest met, met, uh, met de EU-onderhandelingen. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat, dat heeft totaal geen... Uh, en bovendien, ja, ambtenaren. <laughs> ja. Um, laten we gewoon even copy-paste uh, handelsakkoordje in elkaar flansen. Mm. Handige ambtenaar. Ja, dat is een uh, ander verhaal voor een andere uitzending. Ja. <laughs> ja, 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 zeker. Ja, ja volgens mij uh, ja. is er nog iets wat je kwijt wil. <laughs> <laughs> ja, nou ja, ik wil zeggen um, uh, uh, over, over Rusland en het verhaal met Oekraïne uh, met Oh ja, laat dus op... Ja, laten we dat nog gewoon even... En dan kunnen we het daarna hebben over andere uh, hele... Ja, um, uh, yeah, hoe zeg ik, controversiële onderwerpen misschien. Eh... Nee. Um, uh, de, de, ik had het er al eerder even over: over, uh, over de energieprijzen en dat soort dingen. Mm. En, um, wat, wat niemand bedacht, of misschien hebben ze het wel bedacht, maar uh, niet uitgevoerd. Uh, toen ze sancties gingen heffen op, op Rusland, uh, 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 olie, gas, dat soort dingen. Mm -hmm. Is dat, uh, en dat is eigenlijk ontzettend dom: uh, uh, dat um, het, de winst in uh, olie en gas, in energie, wordt gemaakt op prijs, niet op volume. Mm -hmm. En wat ik daarmee bedoel is, je hebt zeg maar twee elementen uh, in, in, energie, uh, in de energiemarkt. Eentje is um, hoeveel verkoop ik? En twee is tegen welke prijs verkoop ik het? Als jij zeg maar 60% van het volume van Rusland stopt, dus we hebben nog 40% over, maar de prijs gaat met 70% omhoog, mm -hmm. dan verdien je 10% meer terwijl jij nog uh, uh, een hoop meer olie en gas in de grond kan laten zitten. Mm -hmm. En dat is precies wat er gebeurd is. Rusland die verdien, die heeft nog nooit meer verdiend aan zijn, aan zijn, aan zijn energie tijdens die periode. Yeah. En die, die, um, uh, die les hadden ze geleerd uh, uh, tijdens de Irakoorlog. Toen, toen is er uh, Amerikaanse secretary of state rondgegaan naar alle uh, energieproducerende landen om ze te smeken om hun productie op te schroeven, om vervolgens... Uh, de prijs naar beneden te krijgen, zodat ze uh, effectieve sancties konden hebben. En dus uh, dit is denk ik emblematisch voor, voor, voor EU-beleid. Het is, we willen heel veel en we denken uit een soort wensdenken... Mm -hmm. terug naar, uh, uh, wensdenken over wat, wat, wat zou moeten zijn, terug naar beleid. Mm -hmm. En, en het werkt gewoon niet, omdat er zoveel verschillende belangen en zoveel verschillende landen tussen zitten. En we kunnen alleen effectief beleid hebben als wij dus uh, beleid hebben wat is aangepast op de situaties van een bepaald land, van, van een bepaald volk, van een bepaald cultuur, van een bepaalde economie. Mm -hmm. um, en ik denk dat, ja, nogmaals, dat dat een, een goed voorbeeld is van waarom. Uh, Waarom het veel beter is om dossier per dossier bepaalde instituties op te zetten. Dus er kan best een Europese Unie voor steen, uh, voor, voor, voor kolen en, en staal zijn. Um, maar dat heeft niet een politieke of een regulatieunie of, een, of, een, of een, uh, uh, een, een monetaire unie. Mm -hmm. Ik denk dat dat een les is die mensen moeten leren. Uh, en um, daar ga ik uh, hard voor strijden. Ja, precies. Dus gewoon, gewoon verdragen en handel opstellen. Voor iets wat in jouw belang is en anders niet. Ja. Weet je, dat, dat is gewoon het uitgangspunt moet zijn. Top. Precies. Nou ja, ik denk. Uh, heel erg bedankt dat je er was. En veel uh, succes met de verkiezing sowieso. We zijn ook op bijna. Ja, stem uh, nummer 9 op de BVNL-lijst. Super, zeker. Ja, ja. Hartstikke oh, bedankt. Tom. Top, dankjewel. En voor de mensen thuis, nogmaals, wij, uh, wij doen het allemaal vrijwillig. Dus uh, mocht u een uh, donatie over hebben voor ons, dan uh, altijd graag. Dankjewel.